Klimaatactivisten al opgepakt als ze vreedzaam protesteren en worden boeren veel langer met rust gelaten. Aan de andere kant begrijpt Fieke het ook wel, omdat boeren nu eenmaal tractoren hebben. Twee complotdenkers moeten een jaar de cel in voor bedreiging van premier Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel. Het zijn mannen die geregeld bericht op internet zetten over een pedofiel netwerk in Bodegraven. Ze mogen van de rechter op internet nooit meer iets publiceren over dit soort onderwerpen. Berlijn krijgt weer een love parade, maar het wordt niet meer zo massaal als vroeger, toen er wel 1,5 miljoen mensen op afkwamen. Zaterdag over een week worden 25.000 bezoekers verwacht. Aan het evenement kwam 12 jaar geleden abrupt een einde, toen in Duisburg 21 mensen om het leven kwamen in de drukte. In de Teun-zussen Sanne en Lieke Wevers gaan trainen met hun vader Vincent Wevers. Hij werd pas vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar er loopt nog een hoger beroep. Sanne stapte onlangs uit de nationale selectie. Lieke zit er officieel nog in. De familie Wevers begint een nieuwe profploeg met nog twee andere turnsters. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten stevige regen- en onweersbuien. In het oosten kans op hagel en windstoten. Van west naar oost is het 20 tot 30 graden. Morgen periode met zon, droog en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws. Mam, mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemsen Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen. Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de Klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk willemsentoiletten.nl. Landschap Overijssel bestaat 90 jaar en ter ere van dat jubileum brengen ze een voorstelling in de natuur. De Hengelo krijgt 3 wijkhuizen, laagdrempelige ontmoetingsplekken voor ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking. Met Damster advocaat Niek Huibers praten we over een fenomeen waar bekende Nederlanders steeds vaker mee te maken krijgen, juice channels. En een Twents kwartierken in Afrikaanse sferen. Het is donderdag 30 juni, dit is 1Twente vandaag. 1Twente. Gistermiddag werden de prijzen verdeeld van een schrijfwedstrijd over het leven van de Enschedese oorlogsheld Leendert Overduin. Die wedstrijd werd uitgeschreven onder jongeren in Enschede, partnerstelen Palo Alto en Münster en Heidelberg. Opdracht was om een essay te schrijven over het thema civil courage, oftewel burgermoed, met als inspiratiebron het leven van Overduin. En de winnaar van die Enschedese editie is bij ons, Carmen ten Tusche. Welkom. Leuk dat je er bent, joh. Je bent 16 jaar, heb ik begrepen, hè, Carmen? Dat is van ver na de oorlog. Overduin, die overleed in de jaren 70 van de vorige eeuw. Volgens mij is er iets met het geluid, dat jouw microfoon nog niet helemaal aanstaat. Dus daar wachten we dan eerst even op. Maar anders kunnen we wel met elkaar gaan praten, maar dan horen we niks. Dat is ook zo wat. Dus misschien kunnen we even een losse microfoon voor je regelen, dan scheelt dat. Ik heb hier een boekje met al die essays die zijn geschreven. Dat zijn uit verschillende plekken zijn dat dus essays over dominee Overduin. Uit Enschede kwamen er 5 uiteindelijk. Had ook te maken met een korte inschrijftijd, geloof ik. Er was de een van en jij won. Ja, maar goed, laten we beginnen bij het begin. Nogmaals, 16 jaar. Overduin leefde in de oorlog en overleed in de jaren 70. Waarom besloot jij mee te doen met die essaywedstrijd? Wat sprak je aan? Nou ja, de oorlog is natuurlijk nog niet zo lang geleden. Ik bedoel, het is 100 jaar geleden en nog steeds heeft het heel veel invloed. Er leven nog steeds mensen hier en die de oorlog hebben meegemaakt. Dus we moeten het zeker niet vergeten. Ja, zou je de microfoon iets hoger kunnen vastpakken? Sorry, want anders gaat hij iets rondzien. En nou ja, ik heb altijd al iets van geschiedenis gehad. Ik vind het heel erg interessant. Mm-hmm. En vooral de geschiedenis is heel interessant omdat het ook voor nu invloed heeft. Het is een gevolg ervan, het heden. En dat vind ik heel interessant om personen die toen geleefd hebben, om dat op het nu te betrekken. Wat als het niet, als er niet zouden geweest zijn. Kende jij hem? Ik heb ooit van de naam gehoord, maar niet precies wat hij gedaan heeft. Mm-hmm. En waarom had je dan zoiets van, oké, een schrijfwedstrijd over Leendert Overduin, dit ga ik doen? Ja, het is, ik weet niet, het sprak me meteen aan. Ik kwam via mijn zusje achter. Mm-hmm. Haar school, is nu een scholengemeenschap en die zouden meedoen. Volgens is er niet gebeurd. Maar ik wilde wel graag meedoen persoonlijk. Dus via haar kwam ik erachter. Mm-hmm. En
Het, ja, het personage, iemand die echt geleefd heeft, die integreerde me heel erg. En ja, ja, dat eigenlijk een beetje. Ja, kun je dat eens proberen concreet te maken van wat heeft hij dan gedaan, Leendert Overduin, waarvan jij dacht, nou, dit is ja, waanzinnig in ieder geval waard om een essay over te schrijven voor mij. Nou ja, 30% van de Enschedese bevolking redden, dat is wel heel erg, ja, bewonderingswaardig. Daarnaast, hij zet zijn eigen leven op het spel. En dat zie je in het heden helemaal niet meer terug. Mensen die zijn zo egoïstisch. Je ziet het overal. En in de oorlog, ook al waren er moeilijke omstandigheden, Leendert Overduin, die redde andere levens voor zijn eigen leven. Ja. Ja, dat lees ik ook. Ik heb hem gelezen, jouw essay. Die staat hierin, hè, dat de bundel van alles, van alle essays die zijn geschreven. Ook van de andere plekken in de wereld waarover hem werd geschreven de afgelopen tijd. En eigenlijk ademt het voor mij, hè, zoals ik het heb begrepen, maar je moet me maar corrigeren. Ademt het één ding, dat is dat als iedereen, zeg maar, rechtsaf kijkt, durf je dan ook linksaf te kijken. Of durf je rechtsaf te slaan waar iedereen linksaf slaat. Als je denkt, zelf denkt voor jou dat het beter is. Ja, dat is precies de boodschap die ik over wilde brengen. En ik denk dat iedereen dat wel wilde doen. Want Leendert Overduin was zo'n belangrijk personage. Het was zo'n belangrijk persoon in de geschiedenis. En ik denk dat dat ook de boodschap was die hij wilde delen met ons. Ja, zowel trouwens tijdens de oorlog, dat hij eigenlijk verzetstrijder was en mensen onderdak hielp te bieden. Hè? Mm-hmm. Mensen die bedreigd werden omdat ze bijvoorbeeld Jood waren. Maar ook na de oorlog. Ja, maar dan de andere kant op. Inderdaad, hij verdedigde NSS-strijders nog. Of ja, NSB-strijders, sorry. Mm-hmm. Verdedigde ze en hij vond dat iedereen als eerste plaats mens was. En dat het niet uitmaakte wat andere mensen zeiden over wat diegene had gedaan of wat diegene daadwerkelijk had gedaan. Ja. Het gaat op de eerste plaats omdat je mens bent. Ja. Nou, is een essay, dat is misschien goed om te zeggen, is een soort van stuk waarin je vanuit je eigen persoonlijke visie iets schrijft over, in dit geval een geschiedenisonderwerp, hè, wat je er dan van vindt. Nou, die les die is duidelijk die jij eruit hebt getrokken. Durf je linksaf te kijken waar iedereen rechtsaf kijkt. Klopt. Maar hoe kom je daar zo bij dan? Hoe ben je te werk gegaan? Nou, eigenlijk is het niet echt een via methode, terwijl ik eigenlijk nog best wel geordend ben. Ik heb eigenlijk begonnen met wat ik het belangrijkste. Ik heb me de vraag gesteld, wat als hij er niet was geweest? En vanuit daar sprak ik eigenlijk vanuit mijn gevoel, natuurlijk de feiten. Maar daarna, en dat is ook het grootste gedeelte van mijn verslag, is ook gewoon veel gevoel. Wat als hij niet was geweest, hoe zou ik me voelen in die positie die hij heeft aangenomen? Zou ik dat zelf durven? Ja. Dus dat is een lastige vraag. Ik kan me inleven, maar niet genoeg. Ja. Niet genoeg om daar een eerlijke keuze in te maken. De situatie is ook anders. Hè? Ja, ik bedoel, gelukkig in Nederland op dit moment niet die situatie die er toen was. Mm-hmm. Met Oekraïne komt het iets dichterbij, maar is nog steeds niet in ons land. Maar ik kan me wel voorstellen dat er andere situaties zijn in jouw leven, in mijn leven, waarbij veel mensen rechts afkijken en dat je zegt van, nou, je kunt ook links afkijken. En waarom zouden we dat niet doen? Ja. Herken jij dat soort? Heb je voor jezelf over dat soort situaties ook nagedacht? Zeker. Als je dat soort verslag schrijft, dan moet je wel echt nadenken over niet alleen dit onderwerp, maar ook andere. Het laat je nadenken. En heb je iets concreets voor jezelf dat je denkt van, nou, bijvoorbeeld, dit is wel een situatie uit mijn tijd of misschien van mijn generatie, waarvan ik denk, ja, moeten we dat wel willen met elkaar of moeten we een andere kant op? Ja, misschien migratiebeleid. Dat is nu heel veel dat mensen, Nederlanders, zich achteruitgesteld voelen. Wat we horen van de meeste mensen. En dat migranten gewoon een betere plaats krijgen. Maar laten we het omdraaien. Waarom zetten we ons niet in voor de migranten om een betere leefplaats in Nederland te krijgen of in andere landen? In plaats van dan aan onszelf te denken dat wij misschien iets minder of meer belasting moeten betalen. Mm-hmm. En op die... Ja, ik denk dat het ook heel veel bij jezelf ligt, zoals u. Wat zou u doen om de wereld beter te kunnen maken, zoals Leendert Overduin deed? Ja. Stel je die vraag nou aan mij? In het algemeen. Nee, in het algemeen, ja, ja. Maar u kunt natuurlijk antwoord geven. Ja, ja, ik herinner me voor mezelf wel periodes. Ik was vroeger niet een hele lieve jongen altijd, op de basisschool bijvoorbeeld. Ik denk dat sommige kinderen uit mijn klas zouden zeggen dat ik hen gepest heb. En dat durf ik hier wel toe te geven. Aan de andere kant was ik soms ook wel iemand die, als ik zag dat zoiets gebeurde, het juist opnam. En dan was het best wel moeilijk om, waar de groep zeg maar iemand aanpakte, dat ik soms dacht van, ja, maar nu is het niet oké. Okay. Mm-hmm. Dus ergens heb ik de twee petten misschien allebei wel opgehaald.
Maar goed, als ik kijk naar als ik vooral als ik jouw stuk lees, dan denk ik van ja, in hoeverre durf je inderdaad om een andere kant op te gaan? Hè? Dat is altijd, want je hebt ook de kans dat je daarmee zelf de kop van Jut wordt, kind van de rekening, of in die tijd van Leendert Overduin zelf vermoord wordt. Ja, zeker. Dat is een hele grote kans. Nu is het natuurlijk wel wat anders dan Tweede Wereldoorlog, maar nog steeds, ja. Het is ongeveer hetzelfde. Ieder maakt zijn keuze en daar zijn consequenties aan verbonden. Als jij gewoon even naar de wereld van nu kijkt, hè, zie jij ook in die wereld Leendert Overduins of Leendert Overduintjes, zeg maar? Zie je mensen waarvan je zegt, nou, dat zijn wel voorbeelden, in ieder geval van mensen die durven een eigen beslissing te nemen. En daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Burgerlijke moeten hun eigen morele kompas te volgen in plaats van anderen. Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat iedereen dat wel op zijn eigen manier doet. Het is niet een bepaalde persoon die ik zie als die dat nu doet. Het is dat iedereen het wel goed probeert te doen. De meeste mensen die proberen het wel voor zichzelf goed te doen. En Leendert Overduin die deed het natuurlijk en die heeft veel bekendheid gekregen. Of nu, in ieder geval nu. Maar wilde hij trouwens niks van weten. Zeker, hè? Inderdaad. Hij wilde niks van weten. En dat is misschien juist het mooiste deel van dit hele verhaal. En ik denk dat iedereen dat voor zichzelf al nu wel heeft. Dus niet een bepaald persoon. Iedereen heeft het wel. Dat het goed willen doen, zeg maar. Ja. Wat ja, dat, ik stel die vraag maar gewoon aan een mens zoals wij dan zijn. Hè? Maar wat zou je nou als mens eigenlijk moeten doen om iets meer Leendert Overduin te worden? En op te passen dat je niet met de meute een kant op beweegt waarvan je misschien later zelf ook zou zeggen, had ik niet moeten doen. Ja, ik denk het... Met geweten en verstand handelen en met gevoel. En niet zo snel oordelen en veroordelen, maar gewoon meer inleven. Mensen moeten zich meer inleven en niet zich leiden door het egoïsme dat nu al normaal is gezien, zeg maar. Denk je dat erger wordt? Ik bedoel, je bent uiteindelijk ben je 16, hè? Nog maar 16 jonge jaren op deze aardbol. Ja. Maar heb jij het gevoel in jouw leven al dat daar een ontwikkeling in zit? Mensen zijn steeds individualisten, ja. Dit is een tongbreker waar je niet meer uitkomt. Inderdaad, maar klopt. We begrijpen wat je bedoelt. Oké, gelukkig. Meer op het individu gericht. Ja. En ik denk dat het steeds meer, hoe meer mensen dat gaan doen, hoe meer egoïstisch ze worden, hoe meer ze voor zichzelf willen doen. Hoe komt dat, denk je, dat ze meer op het individu zijn gericht? Ja, ik heb geen idee. Misschien, ja, mensen zijn meer met zichzelf bezig. Ik weet niet of daar echt een oorzaak voor is. Dus ja, ik weet het niet. Ja. Maar de toekomst zal het wel zien. Het is ook heel lastig om op een ander gericht te zijn, toch? In die zin, ja, je bent zelf het middelpunt van je leven. En uiteindelijk zul je ook keuzes maken waar je zelf niet als slechts uitkomt. Ja, tuurlijk. Maar moet dat altijd dan op jezelf gericht zijn? Je kunt ook wel aan andere mensen denken. Ik heb bijvoorbeeld dus €500 geworden voor de eerste prijs. En mijn zusje die wil heel graag haar opleiding doen als een kunstacademie. En we hebben daar niet echt geld voor. Het geld moet naar andere dingen. En als ik heel erg bij mezelf zou kunnen denken, dan zou ik dus zeggen van, ik wil heel graag mijn rijbewijs straks als ik 18 ben. Dan zou ik het zeggen van, ik doe het daarvoor. Of mijn opleiding straks. Ik wil in Frankrijk studeren. Maar als ik bij meer kijk van, wie heeft het nou echt nodig? En wie kan haar dromen dan achterna? Dan zou ik een deel van het geld aan mijn zusje geven. Dus er zijn zoveel kleine voorbeelden, ook in normale leven, gewoon dat je naar mensen kunt kijken en kunt denken van, ja, misschien kan ik wat van mijn eigen dingen die ik toch niet nodig heb, die ik altijd later nog kan doen, aan iemand anders geven die het dan in principe harder nodig heeft, die het meer gunt. Ja. Nou ja, in dit geval ontneem je misschien zelf je eigen kans om in Frankrijk te gaan studeren. Ik weet niet wat er ontneem is. In ieder geval, ik heb nog 2 jaar en het kan altijd nog. Ik heb mijn leven nog heel voor me. En als je nu niet begint met toneel, dan wordt het heel lastig. En er is al zo'n kleine kans. Ja. Dus ik zou graag een deel van het geld willen geven. En dat is nog wel. Ik voel nog wel wat behoudendheid. Ga je dat ook echt doen? Zeker. Ja? Ik heb het haar al beloofd. Oké, dus dat vind ik wel heel mooi. Dat is dat de prijs die je hebt gewonnen voor het winnen van je essaywedstrijd, een deel daarvan, dat je daar een overduintje mee doet, om het zo maar te zeggen. Ja, tuurlijk. Want dat is toch waarom ik het verslag heb geschreven, om meer in te leven en vervolgens mijn eigen daden erop kunnen aanpassen. Moet je daarvoor zelf ook een drempel over, of vind je dat heel vanzelfsprekend voor jezelf? Dit vind ik heel erg vanzelfsprekend. Maar sommige dingen, ja, het is vanzelfsprekend eigenlijk. Heeft het je geïnspireerd om meer te gaan schrijven?
Misschien meer te delen. Ik schrijf al heel veel gedichten als ik hele heftige emoties heb. Ruzie thuis, de normale dingen, zeg maar. Ja. Of als ik iets heel oneerlijk vind, zoals immigratiebeleid, vind ik bepaalde dingen heel oneerlijk. De oneerlijke behandeling in Oekraïne. En daar schrijf ik dan gedichten over. Ik hou ze altijd eigenlijk voor mezelf. En terwijl nu veel mensen meer mij aansporen van, ja, deel ze. Misschien kunnen mensen er wat van leren. Ja. En ik denk dat dat het wel veranderd heeft, ja. Ja, fantastisch. Ik ben benieuwd wat we nog meer van jou gedeeld gaan zien dan. Laat het open. Wie weet. Carmen ten Tusje, dank je wel dat je bij ons was. Voor je openheid en voor je prachtige essay. Graag gedaan. Oeh, daar moet ik wel even de goede in starten. Want zometeen gaan we het hebben over de drie zogeheten wijkhuizen. Het zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken voor ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking. En zo ook als podcast te luisteren. Je vindt ons op alle bekende podcastplatforms. Apple Podcasts, Spotify, Podimo tegenwoordig ook. Hè. Dus kijk daar even naar 120 Vandaag of 120 Vandaag Uitgelicht. 120. 120 Vandaag. Ja, 90 jaar landschap Overijssel was voor de natuurorganisatie reden genoeg voor een groot en bijzonder feestje. In samenwerking met het Wilming Theater is er in Hof Espelo een driekoppige voorstelling ontstaan met als hoofdthema natuur. We gaan een voorstelling spelen in de route van Natuurlijk Overijssel. Dat is een route door het Hof Espelo in Enschede en later ook nog in Balkbrug. En wij zijn een van de drie voorstellingen die op de route te zien zal zijn. Wij gaan een voorstelling spelen over drie dieren in het bos. Die moet je toch een beetje gaan uitleggen. Ik speel de mier. En we hebben ook nog een larve en een bijenkoningin. En de larve die moet bijenkoningin worden. Maar om dat te worden moet ze een partner. En de bijenkoningin vindt dat ze een medebij moet vinden. Maar de mier denkt daar anders over. Dus die gaat proberen de larve voor zich te winnen. Nee, leuk. Aangenaam kennis met u te maken. Ik ben mier. Je staat hier met nog twee andere voorstellingen. Wat maakt die van jullie nou heel stiekem, zonder dat de anderen het weten, zo bijzonder? Nou, voor ons is het wel echt een verhaal met allemaal personages. Bij hun zijn het meestal twee soorten personages die bij elkaar terechtkomen. En wij doen het echt over het bos. Wij spelen ook op de mooiste plek, vind ik zelf. Mooie grote open vlakte. En ja, we hebben gewoon het beste decor en alles. Ja, wij hebben gewoon echt de beste voorstelling van allemaal. Ik denk niet dat per se één de leukste is. Ik denk dat de combinatie van deze... Want ik heb er nog maar één andere voor een deel gezien. De rest heb ik nog niet gezien. Ik denk dat het juist heel leuk is dat we volgens mij wel alle drie super verschillend zijn. Dus het geeft een hele gevarieerde avond. Met letterlijk ook drie verschillende uitzichten achter die voorstellingen. Wij zijn heel veel verschillende karakters. Wij gaan ook heel snel schakelen van verschillende personages. Maar over het algemeen zijn wij met z'n drieën, dus de andere speler Levi, zijn wij de vertellers. En het is dus geen sprookje. Het is een bijzonder doodgewone vertelling. Ja, dat zeggen we ook heel vaak. Ja. Ja. Wij spelen inderdaad echt de vader en de moeder, dus wij. Maar ook een man en vrouw die aan het picknicken zijn. Collega's. Vrienden. We spelen al die kleine rolletjes die die jongen tegenkomt in zijn leven, zeg maar. Rad is degene die eigenlijk Mol meeneemt op de tour door het bos. Hij kent iedereen, hij is meestal bevriend met bijna iedereen. En hij laat gewoon zien aan wat hier in het bos te beleven is. Je staat hier in een bos. Ja. Ooit wel eens ingespeeld? Nee, nog nooit eerder in een bos. Wel locatietheater gedaan, maar nooit echt zo in de natuur. En ik moet zeggen, het bevalt me wel. Ja, ik heb wel eerdere openluchtspectakels gespeeld. Maar zo midden in de natuur in een bos is wel raar. Want overal zitten muggen en teken. Ik had gisteren ook al een teken over me lopen. Dus dat is wel echt even kijken van hoe het allemaal werkt. Ik heb overal muggenbeelden. Nou, hoeveel teken heb je gehad? Ja, ik heb al 4 teken gehad. Dus ja, dat is echt zoiets waarvan je denkt... Top. Oh ja, dat komt erbij. Dat is natuurlijk fantastisch om ook echt
gebruik te maken van de natuur om dit verhaal te vertellen. En ja, we zitten natuurlijk nu op een hele leuke plek waarbij we op boomstammen kunnen klimmen. En het is echt een speeltuin voor ons. Ja. Wat ik het leuke vind aan buitenspelen is... buitenspelen? Nou ja, zo voelt het letterlijk ook eigenlijk wel. Je moet het doen met wat je hebt. Als er een boom staat bijvoorbeeld daarachter, dan ga je daar iets mee doen. Weet je wel, zo dat je krijgt cadeautjes uit de natuur. Dus dat vind ik heel leuk. En eigenlijk gaan ze alle drie over het belang van de natuur en het natuurbehoud. Wat natuurlijk ook in samenwerking met Landschap Overijssel echt gewoon een heel belangrijk punt is waarom we dit doen. Dus het is en bewustwording en ook eigenlijk meteen genieten van die bewustwording van hoe mooi de natuur kan zijn. Liever in het theater of in de natuur? Ik zou echt zeggen zomer buiten, winter in theater. Want het is ideaal met dit weer buiten zijn in plaats van in zo'n zwarte ruimte. Ja. Dat vind ik een heel politiek correct antwoord. Ja. Bekende Nederlanders hebben de laatste jaren te maken met een nieuw fenomeen, juice channels. De vraag, mag je zo'n kanaal, op zo'n kanaal eigenlijk alles maar zeggen of schrijven? Zometeen meer daarover. 120 vandaag. Hengelo krijgt 3 zogeheten wijkhuizen. Dat zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken in de stadsdelen Noord, Midden en Zuid, waar ouderen en mensen met een lichtverstandelijke beperking elkaar op werkdagen kunnen ontmoeten voor een praatje, een activiteit of een gezamenlijke maaltijd. Bij ons is sociaal-cultureel werker Chris Luiken, die de locatie in Hengelo-Zuid voor zijn rekening neemt. Goedemiddag, Chris. Goedemiddag. Kunnen we jou een soort van gastheer noemen van dat huis? Nee, ja, eigenlijk niet. Het is veel meer dan alleen gastheer. Gastheer zou dan eigenlijk een onderdeel zijn van het aspect. Maar gelang de tijd en we verder draaien, zullen daar ook vrijwilligers zijn die gastheer, gastvrouw zijn. Oké. Okay. En dan word je meer coördinator of zo? Juist. En dan kom je meer in een coördinerend aspect terecht. Oké. Okay. Even wijkhuis. We schrijven dat met U-Y-S, hè? Waarom is dat? Er is voor gekozen ook om het stukje Twentse achtergrond mee te pakken. Het zou ook wat meer aanspreken op de burger in zijn in de Twentse gelegenheden. Ja. Want je zegt eigenlijk wijkhuis. Ja, de een zegt wijkhuis, de ander zegt wijkhuis. Het is net wat je lekker vindt klinken. Ik zeg zelf wijkhuis, Okay. Maar dat is voornamelijk omdat ik geen Twents kan. Nou ja, goed, we houden maar even bij wijkhuis voor nu. Wat is het precies als je dat in een notendop zou moeten samenvatten? Het is een gezellige locatie waar men bijeen kan komen voor een tal van activiteiten of gewoon een laagdrempelig gesprek of een kopje koffie. Mm-hmm. En is dat iets nieuws? Ja en nee. Het bestaat natuurlijk ook al wel vast en zeker ook aan andere gemeenten. En we hebben in Hengelo hadden we al zulke locaties. Zogenoemde keuillocaties ook. Maar het is een vernieuwing in de zin dat het nu wat meer centraal is. Het is een grotere plek, 3 plekken dan. Mm-hmm. Waar toch wat meer aanbod kan zijn voor een grote scala aan bewoners. Oké, dus het is grootschaliger? Het is wat meer grootschalig en gecentraliseerder vooral. Ja, ja. Want als ik bijvoorbeeld even denk aan... we hadden laatst een video van een sociale biljartclub. Of er is een kookgroep en die komen dan soms samen in wijkcentra, soort of. Dat is wat meer... Ja, hoe moet ik dat dan? Wat is precies het verschil? Er zit overlap in. Wij hebben ook bijvoorbeeld een kookgroep op de maandagavond. In het wijkhuis waar ik dan zit. Mm-hmm. Ja, dat is ook gewoon gezellig, waarin vrijwilligers koken, uitserveren en mensen gewoon gezellig aan tafel kunnen zitten en een praatje kunnen maken. Mm-hmm. En je merkt gewoon dat daar ook wel vraag naar is. Hè? Weer, vooral na corona, even onder elkaar, even elkaar weer zien, socialiseren. Is dat voornamelijk het doel eigenlijk? Een soort van vereenzaming tegengaan? Ik denk dat dat wel het voornaamste doel is, ja. Ik denk dat eenzaamheid, vooral onder de ouderen, en ik zeg dat die term toch wel met wat voorzichtigheid, dat wel steeds groter wordt. En ik denk dat juist corona daar een hele grote impact in heeft gehad. Mm-hmm. En nu de eenzaamheid kun je nu heel mooi tegengaan, juist in deze wijkhuizen. Maar die eenzaamheid zit niet per se alleen bij ouderen of lichtverstandelijk beperkte mensen, toch? Nee, nou ja, je zegt nu lichtverstandelijk beperkte. We hebben 3 wijkhuizen, zoals je dat net ook al heel mooi benoemde. Ja. Noord en Zuid richten zich voornamelijk dan op de oudere generaties onder ons. Ja, Midden die heeft toch meer de vitaliteit en een stukje lichtverstandelijke beperking ook als aandachtsgebied. Mm-hmm.
Dus in die zin zit er ook wel een kleine specialisme achter. En ja, daarin zitten we toch wel ook wel te kijken van wat kun je aanbieden ook van in de wijk van is er eigenlijk alleen vraag voor ouderen, maar dat is vooralsnog wel het eerste aandachtspunt. Je moet niet in de 7 sloten tegelijkertijd stappen. Ja. Dus het is eigenlijk gekeken van bij wie ligt er nou een behoefte aan zo'n plek en daar wordt nu voor de eerst op ingestoken, zeg maar. Ja, vanuit de gemeente is daar ook de vraag naar gesteld van goh, kunnen we hier wat meer doen? Ja. Wij vanuit Wijkkracht denken dat wat we kunnen mee doen. Ja, ik heb begrepen dat jullie voor 1 FTE, hè, voor 1 volwaardige medewerker, dan middelen krijgen. Kun je daar wat mee eigenlijk? Goed. Dat gaat allemaal mooi op managementniveau en zover word ik nog niet betaald. Over dat FTE weet ik niet. Maar ik met de uren die ik heb, kan ik zeggen dat ik ruimschoots rondkom voor mijn functie. Ja, oké. Okay. Maar daar heb je dus wel die extra handjes voor nodig. Want ik kan me voorstellen dat je het niet allemaal in je eentje kunt. Je zegt net al van ja, we hebben eigenlijk vrijwilligers die meehelpen. Vrijwilligers zijn zeer essentieel in het hele traject. Ja. Ik denk eigenlijk wel sowieso voor de wijkhuis in zijn algemeeniteit dat vrijwilligers zeer belangrijk zijn en ook zeer gewaardeerd worden. Mm-hmm. Dat moeten we niet vergeten. Maar je kunt als sociaal-cultureel werker, want dat is eigenlijk de functie die je dan bekleedt, kun je niet alles doen. Je kunt niet en elke avond er zijn om een kookgroep te begeleiden of een kaartclub of een gezellige linedance groep. Je kunt er niet altijd zijn. Nee. Wij zijn 5 dagen in de week van 8:30 tot 5:00 geopend. We hebben 3-4 avonden in de week een activiteit en of op de zaterdag of op de zondag nog weer. Dat zou wel heel druk worden, ja. Daar kom je zelfs met 1 FTE kom je daar niet aan toe. Nee. En ik zou dat zelf ook niet willen. Ik heb ook nog wel wat tijd nodig voor mezelf. Ja. Welke keuzes maak je dan als, niet als gastheer, maar als sociaal-cultureel werker, degene die het coördineert, zo zie ik het dan maar een beetje. Waar let je dan eigenlijk op als je zo'n programma samenstelt of whatever, als je zo'n huis inricht? Het is de inrichting is ook voor mij gedaan door mensen die dat veel beter konden, kan ik zeggen. Maar waar je op let, vooral qua activiteiten is wat wil de burger, wat wil de bewoner, wat wil men hebben uit die wijk, of uit Stadsdeel Zuid, wat wil men nou, waar is vraag naar? Ik kan met 100 ideeën komen, maar als daar geen vraag naar is, ja, dan heeft het helemaal geen nut. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de mannenpraatgroep die wij hebben opgestart. Wij kregen vraag van god. Het is wel allemaal Twents als ik het zo hoor. Maar dat is een beetje op die ouderen gericht. Ja, ja, maar dat is gewoon een lekkere mannenpraatgroep. Die mannen wouden onderling praten. Die merkten toch, ja, we missen dat toch mannen onderling. Lekker gewoon dom kletsen. Wij hadden niet idee, doen we wekelijks thema's. We hebben meteen overboord gegooid. Nee, 2 keer per maand is goed. En we bepalen zelf waar we het over hebben. Mm-hmm. Hartstikke mooi. Ben ik meer dan tevreden mee. Ja. Dat is waar de vraag ligt. Ik kan dan wel het idee hebben, dat gaan we niet doen. Maar ja, daar sla je de plank mis. Je bent eigenlijk meer aanjager dan dat je het echt in de hand houdt. Moet uiteindelijk van de mensen zelf komen, misschien zelfs wel. Nou ja, beide. Hè? Enerzijds kun je wat aanbieden en daar kan men op aansluiten. Maar het mooiste is natuurlijk als men zelf komt met het idee van ja, dat wil ik graag doen. Hm. Ik wil graag knutselen. Ik wil graag gezellige koffiemomenten starten. Ja. Er is een bewoner geweest die zei van goh, ik wil graag na een activiteit met z'n allen even koffie drinken. Kan dat? Tuurlijk kan dat. Nou mooi, dan serveer ik de koffie hoor. Dan gaan we. Nou prima, doe maar. Wordt er naar verwachting gebruik van gemaakt van zo'n locatie? Ja, ik kan vooral uit de praktijk van mijn eigen locatie zeggen. En daar kan ik wel zeggen dat ik vind dat naar verwachting goed gebruik van wordt gemaakt. Waar hebben we het dan over? Hoeveel mensen komen daar? Op wekelijkse basis verschilt dat natuurlijk wat. Maar we hebben toch 3-4 dagen per week zitten er toch wel 30 man. Oké. Okay. En dat is afhankelijk ook van activiteit in activiteit. Zoals de hele dag door, 30 mensen? Nee, niet de hele dag door, nee, want je hebt activiteiten. Dus ja, op het aanbod, daar komt men op af natuurlijk. Ja, ja, ja. Een mannenpraatgroep, daar hebben we gezegd van ja, dat is maximaal 8 man. Ja, daar komt geen 30 man op af. Ja. Een gezellige avond met z'n allen koken, ja, daar komt 18 man op af. Ja, veel groter moet dat niet zijn. Want je hebt ook natuurlijk de vrijwilligers die niet, ja, je kunt niet alles verwachten en dat moet je ook zeker niet willen. Dus enerzijds wil je de vrijwilligers goed helpen, anderzijds, nou. We hebben een gezellige kaartclub op de donderdagavond bijvoorbeeld. Hartstikke gezellig. Zit soms tussen de 25 tot 30 man. Ja, fantastisch. En dan ook van allerlei leeftijden. Ja. En dat zijn juist de grote groepen. En dat zijn ook de mooie gezellige activiteiten. En daarnaast heb je natuurlijk activiteiten die net starten. Ik heb ook begrepen dat de vrijwilligers soms bezoekers zijn. En vice versa, om het zo maar te zeggen. Dat een beetje in elkaar overvloeit. Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Hè? Een bezoeker die deelnemer is en denkt van goh, ik ga wat vrijwilligerswerk doen. Die daar zijn
plezier in vindt, ja, dat wil je graag. Want dat betekent dat iemand dus iets heeft gevonden van, god, dat vind ik leuk. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Dat je met elkaar uit je eigen huis komt en samen... Die verbindenis weer onderling. Ja. Als je dat toch een beetje over Twents hebt, het noorderschap. Ja. Nou ja, daarover gesproken, want dat viel mij wel op. In het collegeprogramma van dit Hengeloze College hebben ze het ook over leefbare wijken. En dan denk ik daar ergens ook te lezen dat het gaat over... Nou ja, dat je juist in de wijk heel dicht bij de mensen komt en dat wijkcentra daar een soort van rol in moeten spelen. Is dit een soort van ding wat uit het collegeprogramma voortvloeit? Of? Dat durf ik geen antwoord op te geven, want daar heb ik me niet genoeg in verdiept. Nee. Want dan kreeg je een... is ook een antwoord. Maar dat dacht ik zelf in ieder geval op die manier... Het zou een heel goed mogelijkheid kunnen zijn. Het zou me niet verbazen als het ook zo is. Ja, nee, ik had ergens wel begrepen dat het idee er al wel lag. Maar hoe lang bestaat dit nu, deze wijkhuizen? Wij zijn mei geopend, onofficieel. De officiële opening is nog pending. Mm-hmm. Maar we zijn in mei geopend met een tal activiteiten. Ja. En in april hebben wij, dat is wanneer ik erbij ben gekomen, ook de laatste stappen gemaakt. Ja, ja. Het idee van wat sommige beleidsmakers zeggen van wijkcentra zoals deze, is naast dat het eenzaamheid het zou moeten terugdringen, ook iets betekent in dat je mensen in een vroeg stadium al... dat je dingen kan signaleren als het niet goed gaat met mensen, op welke manier dan ook. En daardoor dat het de samenleving uiteindelijk op die manier ook geld scheelt. Omdat je dingen niet uit de hand lopen, bijvoorbeeld op gezondheidsvlak of op eenzaamheidsvlak of whatever, financieel vlak. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel aspecten te betrekken. Je hebt natuurlijk de zorg, de financiële kant, de maatschappelijke kant. Alles is wat te bekijken. Ik zelf focus me zo minst mogelijk op de financiële kant. Maar het is natuurlijk wel een dingetje, vooral in de huidige... financiële klimaat en ook met de politiek. Ben je daar ook actief mee bezig als sociaal-cultureel werker om te kijken van... Oké, die mensen die bij ons komen, hoe gaat het eigenlijk met hen? Je houdt wel contact, je probeert mensen toch persoonlijk op zeker vlak te leren kennen. In ieder geval van goh, wie is wie, hoe gaat het ermee? Of waar nodig, hou je een vinger aan de pols van goh... Die mevrouw zie je steeds langzamer lopen of zie je steeds moeizamer lopen. Die meneer die vergist af en toe weer iets. Want het is al de vierde keer dat hij mij nu dit verhaal vertelt. Ja. En als ik het erover heb, kan hij zich niet herinneren. Ja, dat zijn en wat dan? Wat doe je dan bijvoorbeeld? Daar zoek je contact met collega's, zoek je contact met de gemeente, met de WMO-consulenten. Ga je kijken van, kan dit nog? In vakjargon zijn wij het voorliggend veld. Mm-hmm. Dan ga je kijken van, is het mogelijk om... Nou, samen te werken. In Stadsdeel Zuid werken wij samen met Karin Reggeland. Die bij ons een dagbeleving heeft. Eigenlijk een opstapje is vanuit de verlichtend veld. Wij hebben het verlichtend veld. Dan kunnen ze eventueel daar naartoe. Ja. Afhankelijk van natuurlijk. En daar het mooie is van als je juist die samenwerking houdt tussen de verschillende zorgaanbieders. En mensen hebben meer zorg nodig en we zitten al bij elkaar. Iemand hoeft niet uit zijn eigen wijk. Iemand hoeft niet bij zijn eigen mensen weg. Mm-hmm. Hij hoeft niet bij de activiteiten weg waar hij misschien een maand aan deelneemt. Maar er is wel de zorg, die kan wel worden aangeboden. Er is wel de mogelijkheid om iets meer aan te bieden dan alleen een vrijwilliger dat misschien kan of wat je van mag verwachten. Ja. En als sociaal-cultureel werken, net weet je bent meer coördinerend. Ik zit niet op de zorg. Ik zit niet met iemand begeleidend naar de wc. Dat niet. Nee, dus je kunt wel de mensen erbij halen die nodig zijn op een bepaald moment. Ik heb wel de netwerken daarvoor. Ja. Het schijnt dat er voor dit jaar, begrijp ik, nog geld is voor onder meer jouw huizen en die andere twee die er nu zijn. Mm-hmm. Voor volgend jaar zou er nog een soort van besluit moeten worden genomen. Het lijkt mij wat gek dat dan de nek om wordt gedraaid. Maar ik neem aan dat jij in die zin een vurige pleitbezorger bent. Nou ja, ik denk dat er vooral moet gekeken worden van goh, hoe gaan we nu de aankomende maanden door? Is er animo voor? Ik denk dat we dan ook niet moeten kijken naar van hoe doe je het in het eerste half jaar? Want dat is geen, dan ben je bezig met opstart. Dingen moeten lopen. Iets heeft een tijd nodig. Iets heeft een jaar, twee jaar nodig misschien zelfs wel om echt goed echt te gaan lopen. Ja. En op volle stoom. Dat kun je niet verwachten van iets in een half jaartje tijd. Vooral dingen die nu nog misschien moeten beginnen. Dus ik denk wel dat inderdaad in dat zich ik wel vurig bepleit voor ga volgend jaar nog eens een keer verder. Ja. Natuurlijk ben ik niet geheel objectief. Ik heb er zelf ook wel bij gebaat natuurlijk. Maar ik denk wel dat het ook voor de burger in het belang is. Van goh, juist een aantal centrale plekken waar je naartoe kunt. Waar je de vraag kunt stellen, waar je de personen kent. Die mensen kun je hebben. En dan hoef je niet altijd naar de gemeente toe.
Nee, je kunt in je eigen wijk de vragen stellen. Precies. Geef het geruime tijd om in ieder geval te kijken of het slagingskansen heeft. Ja. Chris Luiken van Wijkkracht, dankjewel voor je komst en succes. Jullie bedankt. Zometeen een nieuwe editie van Het Twents Kwartierken. 120 vandaag. Bekende Nederlanders hebben de laatste jaren te maken met een nieuw fenomeen, namelijk juice channels. Dat zijn kanalen op internet waar roddels over BN'ers worden gedeeld. Maar die BN'ers zijn daar niet altijd even blij mee. Regelmatig worden juice channels dan ook door hen aangeklaagd. De vraag is, mag zo'n kanaal eigenlijk alles maar zeggen of schrijven? Of is er een grens aan die vrijheid? Rechtspraak met Damstee Advocaten. Daarover praten we met Damstee Advocaat Niek Huibers. Niek, welkom terug. Hi. Juice channels, hè, die worden gezien als iets wat nieuw is in de maatschappij, zeg maar. Maar ik dacht van ja, nieuwtjes over BN'ers, die zien we toch ook bij RTL Boulevard al langer voorbij komen en bij de shownieuws van deze wereld en zo. Maar wat maakt nou die juice channels anders? Ja, het is lastig. Het is echt een nieuw fenomeen. En het is ook lastig te definiëren wat er nou precies is. Want ze brengen nieuws naar buiten, maar vaak toch op een wat vluchtiger, wat snellere manier. Omdat ze werken vaak via social media. Nou, iemand van achter zijn laptop kan dat uploaden en dan is het online. En bij de wat traditionele kanalen zoals RTL Boulevard of Shownieuws, ja, zit toch wel meer onderzoek achter, maar ze eigenlijk een programma hebben waar ze aan vastzitten. Oké, maar betekent dat er grotere organisaties achter zitten? Dus ik heb het idee, de juice channels, ik moet even denken, je hebt bijvoorbeeld Roddelpraat, hè, met Jan Roos en Dennis Schouten, dat zijn dan, die zullen vast een redactietje hebben, maar het lijkt niet groot qua organisatie. Dat er wat minder regeltjes zijn voor hen, ze doen gewoon wat ze willen. Ja, het steekt wel in elkaar, want vaak zijn het kleinere organisaties. Maar de vraag is inderdaad, aan welke regels moeten ze zich houden? Want binnen de journalistiek zijn er wat regels waar je aan moet houden. En ook vaak heeft een eigen journalistieke onderneming heeft wel zijn eigen code waar ze zich aan houden. Mm-hmm. En maar de vraag bij zo'n juice channel is, ja, in hoeverre dat is. En of het naar een aard niet heel anders is. Willen ze niet alleen maar gewoon geruchten naar buiten brengen en een stukje sensatie hebben? Ja. Is dat ook de reden dat het... Want ik heb het idee dat ik vaker zie dat juice channels tegenwoordig worden aangeklaagd. Hè? Live of Yvonne, Roddelpraat zelf, andere. Dat ze aangeklaagd worden dan dat bijvoorbeeld bij de boulevards van deze wereld gebeurt. Komt dat ook daardoor dat ze misschien dat ze zichzelf aan wat minder regels houden voor zichzelf? Ja, nou, ik weet niet of ze zich aan minder regels houden. Maar ik denk dat bij van die juice channels gaat het vooral echt om de juice. Ze willen iets sensatie hebben. En dat zegt ze over zichzelf. Maar willen gewoon iets naar buiten brengen, een gerucht. Ja, we weten zelf ook niet of het klopt. Bij andere nieuwskanalen is dat toch vaak wat anders. Die willen toch wat meer de waarheid naar boven brengen. Dus de aard van hun nieuws brengen, dat verschilt gewoon van elkaar. En vandaar ook, omdat het geruchten zijn, kloppen ze misschien minder vaak. En worden ze daarom eerder op aangesproken. Ja, precies. Ja. Nou ja, voorbeeldzaken waar het waar in ieder geval een aanklacht tegen de broek aan ging, is Yvonne Kolderweide van Live of Yvonne tegenover Samantha Steenwijk. Hè? Wat gebeurde daar ook alweer? Klopt, ja. Nou, Live of Yvonne is een juice channel die roddels en geruchten naar buiten brengt. Zo zegt ze, omschrijft het zelf ook. En ze had een video geplaatst waar ze groot had aangegeven dat Samantha Steenwijk een aantal illegale en gevaarlijke afslankpillen had gebruikt. En dat had ze zo naar buiten gebracht. En daar bleek niks van te kloppen. En daar had Samantha van Steenwijk haar op aangesproken van, dit wil ik niet, want dit klopt niet. Je schrijft iets over mij, daar word ik op aangetast. Mijn goede naam, mijn goede eer. Dat kan ook gevaarlijk zijn, want ik ben opeens een soort van rolmodel voor gevaarlijke en illegale afslankpillen. Mm-hmm. En dat wil ik niet. Zeker omdat het niet klopt. Ja, dus Yvonne Kolderweide moest voor de rechter verschijnen. Samantha Steenwijk had een korte geding aangespannen. Ja, met het verzoek, de video was inmiddels al verwijderd, maar nog wel met het verzoek om een rectificatie te plaatsen. Dus eigenlijk een bericht waarin duidelijk werd gezet door Live van Yvonne, nou, we hebben op die datum dit naar buiten gebracht. Dit klopt niet, want onze bronnen zijn niet goed genoeg bevonden. Ja, nou ben ik wel benieuwd van wat zo'n rechter dan besluit. Hè? Of er een soort van regels zijn in dat. Dat is echt de kernvraag waar we het over hebben. Of er regels zijn voor dit soort platforms, waarvan de rechter zegt, je hebt je er niet goed aan gehouden. Ja, klopt. En dat is eigenlijk een belangenafweging tussen twee grondrechten. Je hebt aan de ene kant het recht op vrijheid van meningsuiting. Ja, die geldt ook voor de journalistiek. Je mag eigenlijk alles schrijven wat je wil. Maar aan de andere kant heb je ook de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. Of het recht op privacy. Dat zijn twee grondrechten. Die zijn allebei evenwaardig. Maar ja, die botsen dan wel eens met elkaar als er nieuws naar buiten wordt gebracht over iemand over de privésfeer. Maar goed, als dat niet mag worden gedaan, is dat ook weer een beperking erop. Ja, en de rechter gaat dan toetsen wanneer dat wel mag. En in beginsel is dat alleen als zo'n publicatie onrechtmatig is. De vraag is dan wanneer is iets onrechtmatig? Ja. Dan mag het niet. Nee, dan mag het niet. Ja, ja. Dan mag je niet naar buiten brengen. Ja, en daar is niet een vaste set regels voor, maar het zijn meer een soort van factoren
waarover een rechter een belangenafweging maakt. Of dat bericht wel of niet geplaatst mag worden. Oké, en wat zijn die factoren dan bijvoorbeeld waar zo'n rechter naar kijkt? Nou, dat zijn er een aantal. En een van de belangrijkste is ook wel, nou, waar gaat het eigenlijk over? Wat is de misstand? Nou, in dit geval met roddels. Wat is de misstand waar het om gaat? Nou, zoiets als een MeToo of een moord of geweld. Nou, dat zijn natuurlijk hele heftige dingen. Ja, de gevolgen daarvan, als dat niet klopt, die zijn heel erg groot. Dus dat wordt meegewogen, maar ook... Ja, je bedoelt, dan is de valse aantijging is heel ernstig voor degene die die aantijging aan de broek krijgt. Precies, ja. Dus dat is een van de factoren die meespeelt. Want als er over iets veel onschuldigers gaat, ja, dan kan zo'n rechter kunnen denken van klopt misschien niet helemaal, maar ja, het is veel minder heftig. Er wordt ook gekeken naar de bronnen. Niet per se wie de bronnen zijn, maar hoe zijn die bronnen tot stand gekomen? Zijn die bronnen wel betrouwbaar? En ook de toon en de overtuigingskracht waar een nieuwsbericht mee wordt gebracht. Als dat heel overtuigend en heel stellig wordt gebracht, soms wel verwijtend, ja, dan moet je dat wel hard kunnen maken. Want als dat niet zo is, ja, dan moet je misschien meer op een vragende manier brengen. Nou, we hebben wat aanwijzing gevonden dat er iets zou kunnen gebeurd zijn. Ja. Dat is wel heel anders dat je zegt, nou, persoon X heeft dit gedaan of Jantje heeft dat gedaan. Ik hoor een aantal dingen die je zegt. Hè. Dus van wat is nou het belang van het nieuws of hoe groot is de aantijging? Mm-hmm. Hè? En als die klopt, dan is het misschien goed voor de maatschappij. Maar als die niet klopt, is het heel slecht voor degene die de aantijging aan de boek krijgt. Hoeveel bronnen zijn er uit wie dit komt en hoe betrouwbaar zijn die? Hoe hard breng je het? Hè? Hoeveel nuance breng je aan als je die hardheid niet... Als je niet weet hoe hard het nieuws is. Of als je niet precies weet of het waar is of niet. Maar zijn dat een soort van ongeschreven regels allemaal? Een soort van, of ligt daar, want je zei ook van ja, er ligt eigenlijk niet echt iets hard vast daarover in de wet. Nee, ja, het is dus een botsing van die twee grondrechten. En ja, die factoren die meewegen, die voor die belangenafweging van belang zijn. En die hebben zich eigenlijk in de loop der jaren ontwikkeld in de jurisprudentie, zowel Europese, maar ook Nederlandse. Ja, die zoeken dan recht zoeken toch aanknopingspunten van wat moeten we meenemen om tot zo'n overweging te komen. Ja. En dan pak je dus van alles pak je ze daar mee. Maar het lijkt mij dus, als ik een juice channel heb, lijkt het mij dan vrij lastig om vooraf in te schatten. Stel, ik heb een roddel die ik de wereld in wil helpen. Om in te schatten van ja, mag dat nou? Of krijg ik straks een claim aan de broek en ben ik inderdaad het haasje als de rechter ernaar kijkt? Ja, dat is ook een lastige vraag. En een rechtbank verwacht ook niet dat je iets 100% kan bewijzen. Dat is sowieso heel lastig. Want de rechter gaat vanuit, ja, is het aannemelijk dat er echt aanwijzingen zijn dat het gebeurd is? Maar speelt het ook weer mee van ja, hoe goed waren die bronnen? Of hoe betrouwbaar waren die bronnen? En hoe steek je dat dan in? Maar dat blijft een lastig spanningsveld van ja, wanneer heb je genoeg bronnen en wanneer mag je iets naar buiten brengen? Ja. Maar ja, hoe heftig het is, dan moet je wel met meer bewijzen kunnen komen. Want ja, de gevolgen kunnen gewoon heel groot zijn als het niet klopt. Want ja, op een gegeven moment als een stempel op je zit, dan is het lastig om je van af te krijgen. Wat is bijvoorbeeld hier in de zaak van Samantha Steenwijk de uitspraak geweest dan? Nou, uiteindelijk heeft de rechter besloten, Samantha had verzocht, nou, ik wil graag zijn bronnen bekendmaakt. Nou, dat hoeft er niet te gebeuren, want dat is wel echt een stap verder voordat de bronnen vrij moeten worden gegeven. Maar dat is ook binnen de journalistiek natuurlijk een hele belangrijke regel, dat bronnen die je aanvoert, dat je die in principe zelf zou moeten kennen, maar dat je die niet hoeft prijs te geven. Precies, om ze te beschermen. Precies, ja. En dat onderschrijft de rechter ook. Dat is gewoon een groot goed binnen de rechtsstaat, dus dat hoeft niet. De video was inmiddels al verwijderd, maar er moest nog wel een rectificatie komen waarin gewoon duidelijk werd gezegd dat de aantijgingen, de informatie dat ze had geplaatst, dat niet klopte. Ja. Maak je zelf ook als dingen in je eigen praktijk mee dat de mensen bij je komen die raken aan dit onderwerp? Ja, het komt wel eens voor dat mensen opbellen dat ze in het nieuws zijn geweest of ergens zijn verschenen. En dat ze daarmee opbellen van ja, wat moet ik hiermee? Soms weet je het zelf ook niet helemaal. En soms ook maar de vraag van ja, wat kun je hiermee en wat wil je hiermee? Want ja, je gaat toch kijken naar, ja, sta ik in een nieuwsartikel? Nou, wil je eruit, maar waarom wil je er graag uit? Kunnen we misschien een overleg gaan dat we vragen aan degene die het heeft gepubliceerd, kan het niet wat genuanceerder worden neergezet? Want als je er hard invliegt, ja, dan komt er misschien een hele mediastorm op bovenop. Want die denkt, er is een nieuwsartikel geplaatst en iemand gaat er tegenin. Ja, dat is maar net de vraag. Dan ben je nog verder van huis eigenlijk. Ja, dat wrijven in een vlek. Precies, ja, dat wil je dan ook niet hebben. Ja. Dus het blijft dan een beetje zoeken van ja, wat wil je bereiken en hoe kunnen we dat het best bereiken? En soms is het ook gewoon het erbij laten. Want ja, de media mag, of de journalistiek mag gewoon heel veel. En dat is ook gewoon fijn dat dat in Nederland mag. Ja. Want dat is ook een hele belangrijke functie. Dat misstanden wel
naar boven kunnen worden gebracht. Ja, en toch is het er wel, als die juice channels een nieuw fenomeen zijn en je zegt eigenlijk van het verschil is dat zij misschien wel vaker een roddel de wereld inslingeren, gewoon puur om views te pakken of wat dan ook, en wat minder onderzoek doen naar van hoe waar is dit nou, of in ieder geval wat minder goed kunnen onderbouwen. Kan me ook voorstellen, dat is iets wat je dus vroeger dan misschien wel minder zag. En dat het wel iets is waar de jurisdictie ook wel mee worstelt of zo. Van ja, internet is natuurlijk een soort van, iedereen kan in één keer, heeft een massamedium tot zijn beschikking, waar vroeger de kranten en de tv dat alleen hadden. Ja, klopt. En dat is dus lastig, want je wil eigenlijk wel dat er voldoende waarborgen zijn dat het nieuws klopt. Maar het is wel een beetje zoeken hoe je dat het best kan, best kan bereiken. En met een juice channel is het gewoon, die willen misschien, die brengen het vaak ook wat stelliger, omdat dat gewoon bijdraagt aan hun, aan een stukje sensatie misschien. Dus die brengen het ook vaak wat stelliger, waardoor het nieuw op zich heel anders kan overkomen bij mensen. Die er gelijk van uitgaan, oh, dit is echt gebeurd. Mm-hmm. In plaats van, er is misschien wel wat gebeurd, maar we weten niet zo goed. Dan komt het toch heel anders over. Ja. En ik denk dat daar een juice channel wel echt een verschilt met de traditionele media. Ja. Zie je een soort van ontwikkeling, ik weet het niet, hè, maar ik kan me voorstellen, hoe meer van dit soort rechtszaken er zijn, hoe meer er jurisprudentie zal ontstaan, zeg maar. Hoe meer die vrijheid van pers in dit geval ook een beetje ingedampt zal worden. Hoe meer de regels komen voor platforms. Ja en nee. Ik denk dat het goed is eens in zoveel tijd dat mensen gewoon naar de rechter stappen. Omdat je dan wel even een lijn kan trekken van wat mag wel, wat mag niet. Maar het blijft gewoon heel erg afhankelijk van wat er nou precies gebeurd is, hoe is het gepubliceerd. Dus dat blijft zich altijd een beetje een speelveld dat zich per casus moet zien hoe dat afloopt. Juist omdat die persvrijheid, wat je zegt, ook gewoon een grondrecht is, die zo enorm is dat daar weinig aan getornd zal worden. Precies, ja. En dat zou een rechter ook niet heel snel doen. Want ze willen gewoon, dat is zo belangrijk hier binnen Nederland en binnen Europa en binnen het Westen. Ja, daar moet je ook niet te veel aan zitten. Nee. Dankjewel voor de opheldering in deze zaak. Want ik voel me dan nog wel eens af, hoor. Ik kijk ook nog wel eens af en toe bijvoorbeeld naar Roddelpraat. Vind ik toch leuk. Ja, guilty pleasure. En dan denk ik toch wel eens van, kan dit eigenlijk zomaar? Hè? Wat zijn eigenlijk de regels van deze mannen hier? En nu heb ik iets meer beeld van hoe het in elkaar steekt. Precies, ik ga er misschien toch anders naar kijken de volgende keer. Dankjewel. Graag gedaan. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info@120.nl. 120 vandaag. Het is een portie warm hier in de studio, jongens. En je hebt nog wel je zwembroek aangetrokken, Niels. Ik heb mijn zwembroek nog wel aan en alsnog is het warm. Maar goed, het heeft misschien ook wel, raakt dat wel een beetje aan het thema van vandaag. Komen we straks verder op terug. En laten we eerst eventjes terugblikken op de vorige week in het Twents kwartier. Want daar gaan we het natuurlijk naartoe. Met juf Adrie, welkom. Ja, goedemiddag jongens. Dame. En Adrie, neem ons even mee vorige week. Want voordat we naar het nieuwe thema gaan, even wat je hebt ons vorige week weer vier nieuwe woorden geleerd. Ja, vertrain, dat was vertrappen. Mm-hmm. Dan hadden wij, ik wacht altijd even op de schermen, hè. Dan was het een schoer. Ja, dat is een massa. Dus een massa mensen. Oh, wat een schoervolk. Hè. Of wat een donderschoer is een onweersbui. Ook heel veel lawaai en water enzovoort. Mm-hmm. De schoer is altijd massa. Ramen. Ja. Rammelen. Rammelen. Ja. En daar hadden we nog ene. Ja, daar hadden we nog. Dat was het woord van de week. En wat was dat ook alweer? Oh ja. Nullert. Ja, dat was een zeurzak. Nullert, zeurzak. Nou, hebben we even geheugen opgefrist. Ook wel lekker in deze hitte. En dan gaan we naar het thema van deze week, waar je dan weer nieuwe woorden voor ons bij hebt gezocht. Maar eerst even het thema inleiden. Vandaag in de Twents kwartier gaan we aan de ene kant heel dichtbij en aan de andere kant heel ver weg. Ja. Baruch Ata Adonai. Klinkt heerlijk. Klinkt goed. Ja, klinkt zeer goed. Reggae in de middag. Ja, dat voelt toch weer. Dan voel je meteen, die hitte heeft dan wat meer plekken. Wat er veel bijzonderder is eigenlijk reggae in Hetme.
Ja, nou, dat bedoel ik maar. Want dit is in Hertme en dat komt heel dichtbij, want het is jouw geboorteplek. Ja, daar ben ik geboren, in het epicentrum van het dorp Hertme. Het is toch zo ongeveer. Ja, en tegelijkertijd, waar je het totaal niet verwacht, misschien wel, is daar een Afrika-festival al jarenlang. Ja, nou, dat is echt wel een mooie anekdote. Toen ik 14 was, toen vroegen ze aan mij Adrie en Audrey. Audrie is mijn beste vriendin. Van, wilt jullie achter de kassa zitten? Want wie hebt een Afrika-festival? En nou ja, wie hebt wel iemand nodig die het geld telt? Nou, 14 waren we en er kwamen zoveel mensen. Die hadden wij niet voorzien en ook de organisatoren eigenlijk niet. Want het scheen dat er een van de beste Afrikaanse bands daar optrad. En mensen kwamen vanuit Amsterdam, Duitsland. Wat is hier aan de hand? Ja. En na een uurtje waren de sealbags al vol met het contante geld. En toen zijn we gewoon in een plastic zak van een supermarkt hebben we daar het geld maar ingepropt en zijn we erop gaan zitten. Nou ja, stel je voor, 14 jaar en rond de 15.000 gulden in die tijd. Onder je kont. Onder je kont, letterlijk. Ja, dat was echt een fantastisch verhaal. Maar toen jij 14 was het er al? Ja, ja, want ik ben 47 en het is nu 33ste jaar. Dus. Maar was dat het eerste jaar van het festival? Dat was het allereerste. Ja, toen hadden ze zoiets van, we hebben twee meisjes uit het dorp even vragen die redelijk kunnen tellen waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Dus. Ik moet wel zeggen, er zitten ook door dat hele festival. Het is echt heel divers ook aan landen, hè? Ja, is echt prachtig. En dit is van eten, bij en drinken. Maar echt ook goede topbands. Hè? Maar was dat vroeger, was dat dan ook al precies zoals dat nu is? Want ik zie nu overal landen als Mali, Malawi. Maar misschien moeten we dat ook even. Misschien moeten we even gewoon de organisator erbij halen. Dat is veel beter. Die kan dat er ongetwijfeld haar fijn uitleggen. Want jij bedoelt, is inmiddels uitgegroeid. Toen waren er heel veel meer personen dan je verwacht had. Ja, veel meer. Dat waren er toen, wat is het, 1500 of zo? Ja, dat denk ik. En inmiddels zijn het er 9000 dit jaar, vergis je niet. Verdeeld over 2 dagen aankomen. Zaterdag en zondag. Dus ik hoop dat ze genoeg sealbags hebben om op te gaan zitten. Aan de telefoon is Frank Mulder van de organisatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles op schema, Frank? Ja, voor zover ik dat nu vanuit de achtertuin zicht op heb, denk ik te kunnen zeggen ja. Maar ja, dat heeft corona ons ook gebracht dat wij als festivalorganisatie ook vanuit huis nog heel veel kunnen werken. Dus dat is wel grappig. Hey, hoe is dat, want die vraag werd hierin gesteld, hoe is dat festival ontwikkeld? Want ergens 1990, 1989 was dan de eerste editie en inmiddels is het helemaal uitgegroeid. Wat is er in de loop van het jaar, is de setting hetzelfde gebleven? Wat zien we voor ons tegenwoordig? Ja, nou ja, het idee van moderne Afrikaanse muziek, een podium bieden in Twente, dat is hetzelfde gebleven. Maar het rand gebeuren rondom het festival heen. Hè, dus met een hele Afrikaanse markt waar 140 marktkramen staan en heel veel Afrikaanse cateraars op ons veld. Dat is wel iets uit het kluit gewassen, meer dan in 1989. Maar het idee, aanstomend talent en gerenommeerde artiesten uit Afrika een plek bieden, dat staat nog steeds boven alles eigenlijk. Hoe kan dit eigenlijk? Wat heeft Hertme in alle eerbied of all places, met Afrika? Ja, dat is dus inderdaad een toeval. Er is in 1989 een John Pisano uit Hertme, een van mijn mede-organisatoren, kwam in contact met een Groningse student. En ze spraken erover dat zij in Groningen, de studentenstad, een band uit Burkina Faso hadden gehaald. Maar ze waren nog een beetje op zoek naar een andere partij die ook een optreden kon verzorgen, zodat we de kosten konden delen. Toen heeft John gezegd van, joh, dat kunnen we hier wel in het openluchttheater in Hertme doen. Een toeval bestaat niet en wij zeggen toeval vergaat niet. Want dat is gewoon een heel gaaf concept gebleken en nog steeds. Wauw, wat mooie anekdotes hier allemaal over hoe dat dan tot stand is. Puur toeval eigenlijk, dat uiteindelijk, en het is gebleven tot aan nu, de 32e editie. We waren het tel een beetje kwijt door corona. Je hebt gelijk hoor. Als je het fysieke samenkomen in Hermen optelt, dan kom je tot 32. Maar we hebben vorig jaar toch wel succesvolle digitale editie georganiseerd. Waarbij we een weekend lang film en muziek hebben uitgezonden via livestreams. Die tellen wij mee, omdat er ontzettend veel werk in is gaan zitten en ook met heel veel vrijwillige inzet dat tot stand is gekomen. Dus we tellen hem wel mee voor het lijstje, want anders zouden we te lang stilstaan in ons ogen. Ja, ja, 33 dus in totaal. Ja, 33. Die corona trouwens, daarover gesproken, zonder het er heel lang over te hebben. Maar wij horen in Enschede bijvoorbeeld gisteren de proef eet gaat niet door. Dat heeft te maken met onzekerheden rondom kosten, organisatie, personeelstekorten. Speelt dat een beetje bij jullie of is het geen probleem geweest dit jaar? Nou ja, geen probleem, daar zou ik er te makkelijk overheen stappen. Wij zien ook dat de prijzen zo gestegen zijn van heel veel leveranciers. Dat zit hem in tenten, dat zit hem in drank. Je kunt het gek niet bedenken, het reclamewerk is ook allemaal duurder geworden.
Maar goed, het lukt ons, omdat wij dit altijd met vrijwilligers doen. Ja. Maar ja, als je dan over de kracht van Hermen hebt, dan is denk ik dat ook wat ons onderscheidt van andere festivals. Wij draaien die 33 jaar al zonder subsidie, altijd al gedaan. Dus we moeten het puur hebben van de kaartverkoop. Maar dat kan alleen omdat wij niet afhankelijk zijn van personeel dat we moeten inhuren. Want dat staat natuurlijk ook onder druk op dit moment. Mm-hmm. Maar het is gewoon dat wij telkens nog weer zoveel vrijwilligers, meer dan 400 man, bereid vinden om ons te helpen. Dat is heel leuk, hè? Oh, sorry. Heel help me, helpt mee. Ja. Heel help me, ja. En omstreken hoor. Het is zelfs zo dat bezoekers, hè, die ooit bij ons als gast op het festival waren, ook zeggen van, joh, kan ik niet helpen als vrijwilliger? En nou ja, die dus een jaar later zelf alleen maar een tentje hier ergens in de buurt neerzetten en als vrijwilliger ons komen helpen. Hé, hey, als je kijkt naar hoogtepunten dit weekend, hè, heb je er een aantal voor ons? Ik heb er zeker een aantal voor jullie. Ja, we hebben een aantal vrouwelijke bandleiders en dat is wel... Nou ja, dat is gewoon heel gaaf. Dat zie je ook dat in die muziek zien dat heel erg in opkomst is. Zaterdagavond bijvoorbeeld, Elida Almeida, zij komt uit het Kaap Verdië. Zij is in 2020, hè, voor het festival toen, ook door ons gecontracteerd. Nou ja, dat kon toen niet doorgaan. We zijn wel heel blij dat het alsnog is gelukt haar dit jaar deze kant op te krijgen. Want wat vaak gebeurt is dat wij die opkomende artiesten weten vast te leggen. En na Hermen maakt ze meestal nog weer een spurt richting de wereldtop. En dat betekent iets voor het prijskaartje van die artiesten. Ja. Maar ja, ook voor de beschikbaarheid. Want de Europese Tour hier met alle Holland Festival, North Sea Jazz, maar zeker ook in het buitenland in Europa, is het niet altijd makkelijk om daar als Hermen even tussen te komen. Maar we staan wel enorm goed bekend. Dus dat is een van de hoogtepunten, zaterdagavond. En zaterdagavond sluiten we ook heel gaaf af met een Afrobeat band. Mokumba heette zij, uit Zimbabwe. Dat is echt heel tof ook. En als je kijkt naar zondag, dan hebben we met de vrouwelijke Zoe Modiga uit Zuid-Afrika... Ja, hebben we ook zo'n vrouwelijke bandleider die eigenlijk ook in allerlei Spotify-lijstjes en YouTube... Hè, echt een rising star is. En die staat dan toch maar even mooi weer op te hebben. Kijk, dat allemaal dit weekend. Zijn er nog ergens kaarten te krijgen? En waar en hoe werkt dat? Ja, online is het lastig voor de zaterdag. Voor de zondag hebben we nog wel genoeg plekken. Maar aan de kassa gaat het zeker lukken. Dus als je nog even naar Hermen wil komen, dan hebben we aan de kassa nog voor kaarten. En ik denk dat het vooral leuk is voor mensen uit Twente, hier uit de buurt. Die toch altijd wel denken van ja, eigenlijk zou ik een keertje langs moeten gaan. We hebben heel erg leuke zaterdagavondkaarten. Dan kun je vanaf 7:30 het terrein op. Pak je nog 2 optredens mee. En met dit mooie weer en biertje in je hand kun je nog even genieten van Afrika en Hermen. Komt dat zien. Frank Mulder, dankjewel. Yes, jullie bedankt. Ja, dit. Jij was dus een van die hertmenaren die altijd meehielp. Was dat echt de hele dorp trekt uit, dat is het idee? Toen ik er woonde, woonden er maar ongeveer 600 mensen. Ik weet niet hoeveel te noemen. Ik ben natuurlijk weer fort, maar... Ik weet het ook niet, ik had wel even opzoeken. maar dat was echt fantastisch. Dat is gewoon... dat is dan wel hertmen, hè, laat ik maar zeggen. Dat, M-King, 13. Nee. 13 inwoners inmiddels nog. Ja. Nee, 510. Ze is gekrompen zelfs. Ze doen het groter dan ooit. Misschien heb ik het wel verkeerd hoor. Zouden er dan ook meer mensen op het festival komen dan er wonen? Ja, absoluut. Er komen 9000 mensen, dus dat is 18 keer zoveel bij deze. Ja, maar hij heeft ook helemaal geen stoplicht, hè? En heeft een hertbeweg. Het stoplicht staat helemaal niet op groot en ook niet op groen. We gaan door naar de quiz, want we hebben weer 3 nieuwe woorden deze week. En die wil jij aan ons leren. Ja, zeker. Die hebben te maken met dit thema. Ja. En het eerste is... Van ouds. Als van ouds. Nou, dat zou kunnen. Is dat A, ouderwets? Dat zou natuurlijk kunnen, hè? Is dat B, oorspronkelijk? Mm-hmm. Of is dat C een traditie? Ja, van ouds. Ja, ik zou van ouds. Maar is het dan een traditie? Iets wat je van ouds doet? Het heeft wel met het ouderwets thema te maken. Dus ik zal het straks uitleggen. Ik denk dat het oorspronkelijk is. Want ik denk dat het, voor mij klinkt het als iets van ouds her. Dus oorspronkelijk deden we dit. Ik denk traditie. Dat heb je van Olds meegekregen. Dus ja, we vullen wel in antwoord A. Ik ga voor antwoord... Wat vullen we in? Antwoord B oorspronkelijk. Ja. Okay. Maar Adrie mag het zeggen. Adrie, vertel het ons. Is dat goed of is het fout? Nee, Niels heeft het gehoord. Want oorspronkelijk is natuurlijk heeft te maken met het feit dat eigenlijk de mensheid uit Afrika komt. En daarom heb ik dat zo bedacht. Is dat zo? Ja, dat heb ik. Als je het boek van... Adam en Eva waren Afrikanen. Ja, maar dit... De Eufraat en de Tigris.
Ja, het is Trommeland, hè? Dat weet ik. Dat is het Midden-Oosten. Ja, dat is, Is het eerste mensenschedel is gevonden in Afrika. Okay, ja, ik zal het boek meenemen van de mensen. Van ons, oorspronkelijk. Ja. Op naar woord 2. Ja, dat is Algerak. Ja. Ja, ik bedoel maar. Algerak, ja. Klinkt een beetje... Ja, is het een ratje toe? Hè? Een ratje toe van mensen? Hè? Het besef van, wat is dat dan allemaal? Hè? Het is divers volk. Of is het een blijde verrassing? Evangelie. Ja, dat is wel goed. Of is het een mikpunt? Hè? Ja. Ik vind het een vreemde eend erbij. Ja, is Algerak. Algerak, ja. Een ratje toe, een blijde verrassing of een mikpunt? Ja. Ik vind al ratje toe net zo'n raar woord als algerakt, dus dat ga ik voor. Ik heb geen idee. Volledig met je eens. Ik ga ook voor antwoord A. Vullen we ratje toe in. Antwoord nummer A. Adrie, vertel het ons. Is het goed of is het fout? Nee, jammer. Het is een blijde verrassing. Ja, wij waren heel blij verrast dat er zoveel mensen kwamen de eerste editie. We hadden ongeveer op 300 gerinkt. Het klinkt helemaal niet als iets leuks, een algerak. Nee. Het eerder van, potverdikke, mijn hond is gestorven. Een algerak. Ik moet weer leren, ik moet weer aan de algerak. Ja, zoiets. Ik vind het ook een heel gek woord, maar het is ook een woord van een Twentse band. Algerak, die zingen ook in het dialect. En dat is een... De naam van de Twentse band, Algerak. Ja, Algerak, ja. Okay. En ik heb het opgezocht in het woordenboek, maar ook in het... ik kan het niet eens uitspreken. Etymologie, bank. Ik kan het niet vinden, nergens kan ik het vinden, maar Het staat voor een blijde verrassing. Oké. Door naar woord 3. Nou, die is heel... misschien wel toepasselijk wiet. Wat wil je daar nou mee zo tevreden, maar. Ja, je moest toch iets humorvols hebben, toch? Is dat wiet, hè? Zeg maar, waar je de jurken aan en zo? Zal dat zijn, hè? Het is wiet met een D, trouwens, voor de luisteraar. Ja, wiet met een D. Ja, dit is wiet. Ja. De Hetmerse wiet, is dat dan hennep? Mm-hmm. Of is het ver? Wijd, hennep of ver? Ja. Ja, wiet weg, ver weg, ver. Ik hoor een soort van alarmpje, wat is dat dan? Wijd, hennep of ver? Ja. Wiet, wijd, hennep of ver? Dat klinkt voor mij toch als... hennep zou dan dat is te flauw. Wiet is dus of wijd of ver. Ja. En dan ga ik toch voor ver, omdat wijd te dichtbij ligt... Om het zo maar te zeggen. En ze gingen heel wijd. Ze gingen ver. Dat denk ik. Ze kwamen van wiet. Ze kwamen van wiet. Antwoord nummer C. Ja. Is goed. Hoppa. Joe. Want dit is wietfort, hè? Wat bent hier wietfort? Wiet van ver weg. Ja. Ik kom van wietfort. Ja, vroeger kom je wietfort. Ja, dat was ook zo. Ja. Afrika was natuurlijk wel... Heel eentje verder. Ja, zij ook, maar ook die mensen die hier op bezoek kwamen, toch? Amsterdam, Duitsland, inmiddels komen ze van alle kanten. Ja. We hebben nog één woord te gaan. Daarmee gaan we de straat op, althans, Jessie. Het nieuwe Twentse woord van de week in Ulien. Nou, ik heb er even op geoefend, hoor. Maar goed, is het marineren, insmeren of olie verversen? Ik ben benieuwd deze week. Ik denk insmeren. En waarom denkt u dat? Olien, in olien. Ja. Oké, en dan niet voor zee? Olie verversen, nee. Dat zou toevallig zijn als deze is, maar ik denk meer insmeren. Meer insmeren. Eén gokje. Ja, je wilt wel. B. B. En waarom? Nee. Nou. Ik weet niet waarom. Oké. Kom maar iets dichterbij, dan staan wij lekker in de schaduw. In Ulien, wat denk je dat betekent? Geen idee. Nou, je mag gokken, dus dat scheelt. Ik denk olie versmeren. Olie verversen? Ja. Ja? En wat denk jij? Ook. En waarom denk je dat? Goed. Enig idee? Nee. In olie, nee. Ik denk eerder insmeren. Oké. Door de weersomstandigheden. Ja, ik snap het. In olie. Wat denk je dat betekent? Insmeren. Ja. Dat denk ik ook, ja. Wil je ook even gokken? Nee. En waarom denken jullie insmeren? Olie. Ja. Olie. In olie. Wat denkt u dat betekent? Ik denk dat het marineren is. En waarom denkt u dat? In oliën, denk ik, dat het dat is. Het kan ook marineren zijn. Je twijfelt nu een beetje. Ja, want kijk, je kan bijvoorbeeld ook eten in oliën. Ja. Dus het kan eigenlijk allebei. En inspireren dus ook. Dus eigenlijk alle drie. Ja, maar je mag er maar eentje kiezen. Dan ga ik voor A. In oliën.
Ja, marineren, insmeren of olie verversen? Insmeren. Insmeren. En waarom denkt u dat? Ja, inolien, dat is een meer een, ja, dat is een, hoe noem je dat, een taal, zeg maar, van een, ja, van ons, Twentse taal. De Twentse taal. Inolien. Inolien. Weer drie keuzes. Het was een beetje verdeeld, maar de meeste kozen voor B, insmeren. Wat denken jullie, mannen? In Eulien. Nee, ja, het is eigenlijk in Eulien, hè? In Eulien. Van Uli Uli Uwa in. Ja, Uli Uwa. Smeren jullie je wel in. In, ja. In. In. Ja, dus dan zou je voor insmeren gaan. Maar ik vind marineren zo... gewoon, je bent jezelf toch een beetje aan het marineren als je je insmeert. Dus jij wil een fout doen, ga alleen voor, omdat het leuk is. Ja. Ik ga voor insmeren. Jesse, vertel het ons. Weer één antwoord goed. Insmeren. Oh, jammer. Ik dacht dat het marineren was. Nee. In Eulien is echt insmeren met zonnebrandcreme. Ja. In Eulien, ja. Eulien Oele Oewa in. Zoek het maar even op YouTube. Ja. Heb ik ook een keer moeten doen. En ik heb me verbaasd over de Twentse taal. dankjewel, Arie, voor deze les. Naar aanleiding van het Afrika-festival dit weekend. In Hertmen, jouw geboortegrond. Ja, zeker. Olle grond. Mooi. Tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Veel plezier en tot morgen. 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De politie denkt dat de vader van een vermist meisje uit Lelystad misschien weer betrokken is bij haar verdwijning. De 13-jarige Marley fietste vanochtend weg van school en is niet meer gezien. De politie heeft een Amber Alert verstuurd. Een paar jaar terug